Dag Mieke, je bent de schoonste boerin van Vlaanderen. Wat betekent dat voor jou? Ik had het echt niet gedacht dat ik ging winnen vanavond. Maar ik moet zeggen, we hebben een diep dal gekend in onze sector. En dat ik nog boerin mag zijn, is voor mij al een hele eer. Maar dat ik nu nog eens schoonste boerin ben, dat is super. Wat houdt dat nu in voor de rest van het jaar? Dat houdt nu in dat ik voor 2 jaar ambassadrice ben in de landbouw. Dat ik onze sector moet promoten, onze hoeveproducten, onze streekproducten. En dat doe ik al reeds bij de KVLV in Munkswalm. En ik ga daar nu als ambassadrice ook mijn best voor doen. Je was verrast toen ze je naam afriepen? Ja, enorm. Ik had het echt niet verwacht. Het was voor mij al een verrassingsinschrijving. En ik zeg, ik ga daar voor het plezier een keer aan meedoen. En echt voor mijn sector iets positiefs in de kijker te stellen. Maar dat ik gewonnen heb, dat had ik echt niet verwacht. Wat vond je nu van de avond zelf? Ik heb mij super geamuseerd. De weg ernaartoe was stresserend. Maar vanavond heb ik mij echt geamuseerd. Hoe was het met de praktische proeven meegevallen? Want er stond wel serieus iets op het programma voor jou, hè? Ja, het was boomzagen, met een gator een parcours rijden. Maar dat doe ik wel graag. Zo mijn handen uit de mouwen steken. Ja, ik ben een echte boerin en dat zijn toffe praktische proeven. Hoe was de sfeer onder de boerinnen zo, deze avond? Super, wij zijn echt een goede groep. Wij hebben een hechte band gecreëerd, ook met Cynthia, met haar dochtertje. Emotioneel eigenlijk. Het was een goede groep. Wat vond je van het publiek? Super, amai, super enthousiast. Ze zijn nog een farmfeestje aan het bouwen. Ja, ja. Oké, zeg een dikke proficiat en ga maar vlug mee feesten, hè, Mieke. Ja, dat zal ik zeker doen. Okay. Dank u.